Beest. Het begint. Het heeft een zachte vacht. Het ei heeft ook veel ogen en ook veel oren. Is het een beest? Kijkt het nu naar ons? Het heeft er veel ogen. En daar ook? Bij de andere kop zie ik één oog. Wat is nu zijn hoofd? Wat is voor en wat is achter? Wat is boven en wat is onder? Hoe zou hij bewegen? Zou hij kunnen lopen en springen? Zou hij kunnen vliegen? En wat is dat groene daar? Ooit daar gras op zijn vacht? Zou hij door het gras hebben gerold? Misschien dat er graszaadjes in zijn vacht terechtkwamen. En die zaadjes zijn door de regen gaan groeien. Zijn het misschien antennes? Waarmee hij de wereld kan beluisteren. Maar waar komt hij vandaan? Komt hij van de aarde? Van de sterren? Of is het een toverdier? Komt hij uit een ei? En komt dat ei uit de grond? Of niet? Misschien begon het wel met een klein monster. Dit is Radio 1. Een alleseter. Die alles opat wat hij tegenkwam. Misschien begon het met een konijn en een beer. Die elkaar zo aardig vonden dat ze niet meer zonder elkaar konden. Ze bleven aan elkaar vastgeplakt. En toen wilden er nog meer dieren bij. Omdat ze het zo gezellig hadden samen. En nu zijn het er zoveel dat je niet meer kan zien hoeveel het er zijn. Zou het dan één denkhoofd hebben die de baas is? Of meer? Maakt hij wel eens ruzie met zichzelf? Misschien is het wel een soort van chameleon. Hij neemt een stuk van het dier over dat hij tegenkomt. Ziet hij konijnenoren, dan groeit hij ook konijnenoren. En ziet hij een mooie staart achter een struik, dan groeit hij ook een mooie staart. Hij verandert steeds. Is hij alleen? Is hij de enige? Of zijn er meer zoals hij op de wereld? Hey. Kan hij praten? Dan kan hij het ons vertellen. Hallo? Wie en wat bent u? Ja, nu weten we het nog niet. Het is een vreemd beest.